Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vandaag officieel een vacuümbiopsieapparaat in gebruik genomen. Met dit apparaat kan vrij snel worden bepaald of een knobbel in de borst wel of geen kanker is. Het apparaat is geschonken door Newmont Suriname. AZP-directeur Claudia Marika Redan is zeer ingenomen met de geste, omdat borstkanker bij vrouwen nu eerder ontdekt kan worden. Dat is inderdaad voor ons vrouwen. En laten we het moment koesteren. Ik zeg ook dat het team van AZ, maar ook onze Surinaamse gemeenschap. Laat wacht niet het laatste moment. Wij vrouwen moeten zorgen dat wij altijd voor dat het is onderzoeken en niet wachten op het laatste moment. Preventie is het belangrijkste middel om te voorkomen. Radioloog Nicole Fernandes zegt dat via het vacuümbiopsieapparaat een stuk van de knobbel verwijderd wordt voor onderzoek. Aan de hand van hoe ze eruit ziet, bepalen wij als radioloog van dit ziet er niet goed uit, hieruit moeten we een hapje nemen. En dat gaat dus via het vacuümbiopsieapparaat. Deze manier van onderzoek is dus zittend plaats. Eigenlijk hebben we een speciale stoel daarvoor nodig, maar die hebben we helaas nog niet. Dus we gaan het voorlopig op een bureaustoel doen, die omhoog kan en de patiënt kan zitten, leunen en haar armen ook rusten. De borst wordt dan hier gelegd en natuurlijk weer wat samen gedrukt, zodat het weefsel zich verspreidt en dat je de afwijking beter kan zien. Daarna wordt er een naald geplaatst. Misschien kan dat wat Safira, een van onze laboranten, zij houdt het nu in haar hand. Het wordt eerst gekalibreerd en daarna kan het onderzoek plaatsvinden. Er worden eerst twee foto's gemaakt om precies te bepalen met bepaalde coördinaten waar je moet zijn. Dat was Nicole Fernandes, radioloog van het AZP. Het vacuümbiopsieapparaat staat in het Mama Centrum.